Welkom bij Betaal TV. Een maandelijks programma over betalingsverkeer en digitalisering. Deze week gaat het over onze digitale identiteit. Waar wij heel erg in geloven is dat je juist contextgebaseerd gaat delen. Niet iedereen hoeft al mijn informatie te hebben. Ja. We zien dat bij de staatsloterij. Ja. Daar verifieer ik dat ik boven de 18 ben. Dan zeg je helemaal niks over wie jij bent. Maar je bevestigt wel op een hele betrouwbare manier dat ik inderdaad boven de 18 ben. En ik ben zelf een grote fan van IDIS. Ik heb speciaal voor de gelegenheid mijn IDIN-pak aangetrokken. Wat leuke voorbeelden van hoe bedrijven het nu gebruiken. Wij hebben dan de zekerheid dat je inderdaad bent wie je zegt dat je bent. En daardoor hebben wij de afspraak met onze lokale driehoek kunnen maken. Dan als wij die mensen inderdaad verifiëren wie het zijn. Dat wij ze kaarten mogen verkopen zonder dat zij daadwerkelijk in bezit zijn van een clubkaart. Zweden heeft 7 miljoen mensen en BankID wordt 1 miljard keer per jaar gebruikt. Wat is dat BankID eigenlijk? Overal in alle landen waar het succesvol is, inmiddels is dat een samenwerking tussen banken en overheid en soms met de telecomindustrie erbij. Ik denk dat we zo'n systeem moeten maken waarbij je als overheid eigenlijk zegt deze identiteit is veilig en dan moet je die in de digitale toekomst kunnen gebruiken. Ja. De kern van de wet digitale overheid is dat de overheid graag een multimiddelenbeleid wil voeren. Ik hoop echt dat die aanbesteding er komt. Wij hopen natuurlijk daar met IDIN goede kansen in te maken. IDIN wordt ook doorontwikkeld naar ook een ondertekeningsfunctie, CIF-functie, dat je ook elektronisch documenten kunt ondertekenen. Ja, meestal gaat het langer bij je deur, kost het meer tijd dat je denkt, maar als je daarop weer neerlegt, dan gaat het nog meer tijd kosten. Dus we moeten er gewoon druk op blijven zetten.